Unicum trainer Maurice Lijon, 2-2 de stadsderby, met recht een echte derby te noemen, hè? Oh ja, zeker. Als je kijkt naar de hele wedstrijd van beide kanten uit. Ik denk beide twee ploegen die eigenlijk Unicum wilt graag het spel maken. En Lelystad kiest natuurlijk voor om gewoon in te zakken en af te wachten. Maar als je kijkt naar de strijd en de passie van beide teams. Ik denk dat het natuurlijk een echte derby was, ja. Laten we beginnen met de eerste helft. Jullie komen op voorsprong en dat doelpunt wordt afgekeurd. Waarom? Nou, ik had begrepen van de assistent dus dat een overtreding was in de 16. Maar ik heb net even terug de beelden kunnen zien. Volgens mij was het gewoon een cijfer goal. Ja. Dan vervolgens komt Lelystad op 2-0, krijgt ook meer kansen. En dat heeft te maken door hun compacte speelstijl. Ja, ik denk met name in de omschakeling waren ze heel goed. In één keer stonden we gewoon positioneel ook niet goed. De lange bal werd toch gespeeld en in de as en onze bek waren niet positioneel goed stonden. Waardoor zij natuurlijk gewoon een kans kregen. Dus dat was in de eerste helft was dat niet goed. We hadden gewoon daar moeite mee. Hadden jullie dat verwacht dat Lelystad zo verdedigend zou spelen? Ja, we hadden wel verwacht dat ze een muur zou gaan bouwen. En hoe je daar doorheen kan komen, zijn een aantal opties. We hebben die opties wel besproken. Maar dan zie je toch wel in de uitvoering, soms is het toch wel moeizamer. Wat heb je gezegd in de rust? Ik heb gezegd in de rust dat we, ik denk dat we via de zijkanten goed kunnen doorkomen. Ja, soms is het ook een optie ook om de lange bal te spelen. En Kees natuurlijk voorin met zijn kopkracht en Wesley wordt dieper weg. Ik denk dat we daar toch iets kunnen creëren. Maar je zag met name aan de zijkanten, vooral aan de linkerkant, komen we een paar keer goed door. Vervolgens een kwartier voor tijd, of met extra speeltijd misschien zelfs 20 minuten voor tijd, een strafschop. Jullie komen terug. Had je toen het idee van we gaan nu ook dat punt pakken? Oh, dat had ik al in de rust had ik dat ook. Ik had wel in de rust van we zijn niet goed gestart, maar ik had wel in de rust van we gaan het nu ombuigen. Sowieso na de penalty was de geloven nog. En dat is wel belangrijk en dat merk ik wel in mijn ploeg. Dat wij zien, als het ook moeizaam gaat, dat we nog steeds in geloven. En dat is ook een belangrijke eigenschap. Ja. Hij valt echt in de absolute slotseconde. Je collega Erik de Jong die zegt, hij had al afgefloten mogen worden. Ja, maar dat is allemaal achteraf. Ik had ook een cijfer goal in de eerste helft. Dat is allemaal als. Maar de eindstand is nu 2-2. Nou. Goed zo, gefeliciteerd. Ja, felicitaties. Ja, nee toch niet? Nou, natuurlijk, je wil altijd winnen als trainer en als ploeg. Maar soms moet je tevreden zijn met wat je krijgt. Vandaag gefeliciteerd. Ja, dankjewel.